Jongens, welkom bij een gloednieuwe video en vandaag is de dag, ik had het natuurlijk vorige keer al gezegd, we gaan in Nederland racen op Zandvoort. Maar wat ze me niet hadden verteld, is dat het zou gaan regenen. En zeker nadat we in China vorige keer echt een fantastisch resultaat hebben behaald, doe ik het nu toch wel een beetje in mijn broek. Want Zandvoort, het ligt me wel, het circuit. We hebben het trainingsprogramma ook weer volledig succesvol afgesloten. Ook op qualifying pace wat dat betreft. Dat ziet er dus allemaal uitstekend uit. Goede tijden ook neergezet. Tijdens P2 stonden we, de tweede vrije training, stonden we volgens mij op P7. Als ik me niet vergis. Nou, dat is veelbelovend. Alleen nu regent het. En nou weet ik niet zo heel goed wat ik hiervan moet denken. Ik heb een gearbox, een versnellingsbak die echt helemaal aan gort is. Kunnen we wel heel even naar gaan kijken. Kijk, hier zie je hem. Event gearbox. Het zit op 87%. En ik kan die wel gaan vervangen. Maar we hebben nog niet 4 uit 6 races gereden. En ik had het idee dat het een race zou zijn waarbij ik punten zou kunnen pakken. Dus we kunnen het doen. Maar dan krijgen we een gridstraf. Ik denk dat we het moeten gaan doen. Anders gaan we uitvallen. Oké, we gaan een penalty dus krijgen. We hebben een custom setup. We rijden op de intermediates. En we gaan gewoon proberen een goede kwalificatietijd neer te zetten. Ik heb er weinig vertrouwen in. In de wet. Op best wel een technisch circuit. Bankings. Harde curbs. Nou, we gaan zien wat het ons brengt. Oké, daar stormen we in de stromende regen op de Tarzanbocht af. En ik rem maar bij de 120 meter, want ik heb geen idee waar de rempunten nu liggen. We gaan heel voorzichtig hier terug naar 2, maar dan niet te vroeg op het gas. Want dan spin je hier meteen. Hier heel erg opletten, niet vol gas. Want je ziet, hij wil meteen uitbreken en glijden. En zeker met de auto die stability issues heeft, zoals die van ons, moet je heel erg oppassen. Daar glijden we. Pas op die natte curbs. Wow. Oh, dat ding was aan het glijden, hé. Oh, zag je ons even door de Arie Leijendijkbocht gaan? And with qualifying complete, let's review our top 3 today. Bottas, Verstappen and Lewis Hamilton. With qualifying wrapped up, we now have our grid line-up for the big race tomorrow. Be sure to join us then for what will no doubt be a fantastic race. Oké, 14e plek. Tel er 5 plekken bij op en we staan net voor Latifi. We gaan het gewoon proberen, jongens. Wens me succes. En we hebben voor deze race nog meer slecht nieuws te verwerken gekregen. Want, zoals jullie misschien wel weten, hebben we hevig geïnvesteerd in Aero. En ik had een heel groot Aero pakket gekocht. 1200 resource points. Grote upgrade dus. En die was mislukt. Dus daar kunnen we helaas geen gebruik van maken. Nu kan je met de korting kan je hem opnieuw doen. En dan is het 100% zeker dat het gaat lukken. Maar dan moeten we dus weer 2 weken op wachten. En dat is ontzettend zonde. Het zal de hele race blijven regenen. Ik ben benieuwd of we flink wat uitvallers gaan krijgen. Ik weet niet hoe de computer hier nog mee omgaat, vooralsnog. Het is de eerste regenrace. Joining us today to oversee all the thrills and spills, it's Anthony Davidson. En volgens mij staan we dus op P19 bij de start. We moeten ook dus oppassen bij het wegrijden. Zeker niet met vol gas doen.
Want je staat meteen zijwaarts. Ik hoop niet dat het volgend jaar dit weer gaat worden. Ik ben wel blij trouwens. Dit weekend heb ik extra tickets gekocht. Ik had alleen tickets voor de zaterdag op Zandvoort volgend jaar. Maar ik heb weekend tickets gekocht. Het was een rip uit mijn lijf. Maar ik zit op de Eastside Grandstand het hele weekend, vrijdag tot en met zondag. En mijn kwalificatie tickets verkoop ik dan, mijn zaterdag tickets. Er zijn ook races op zaterdag. We staan er gewoon van een 14. Maar dat betekent dat mijn gearbox niet vervangen is. Daar was ik te laat mee dus. Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. Deze stilte is puur concentratie. Je ziet ook echt niks, hè? Hey, Hamilton! Wat doe jij nou? Hij tikt hem gewoon aan. Kan je hier niet maken, joh. Als je hier gaat aantikken, dan spin ik meteen. Oh mijn god. Weer van de curb zat te blijven. Oh! Jezus. Ik weet ook echt niet op welk punt ik moet gaan remmen. Jezus, het regent pijpen stelen. Oh. Dat was met... Ah, oh, kom op. Ik kan het niet, joh. Oh, dat is echt glijden. Oh, mijn god. En dit blijft de hele race zo, hè. Ik kan hier al niet inhalen. Zelfs Hamilton komt er niet voorbij. Probeer je auto echt zo recht mogelijk te houden wanneer je die bocht uitkomt voordat je op het gas gaat.
Ja, we kunnen tempo iets beter bijbenen nu, heb ik het idee. We moeten zeker niet arrogant gaan worden. Misschien kan er een verschil gemaakt worden met de pitstop. Snelste rondetijd zet de veld in Bottas. Dit was een goede exit. Kijk, nu komen we ook een beetje op tempo. Spijt me jongens, maar ik moet echt enorm concentreren. Elke keer met je grote teen op het gas gaan ook. Oh, we moeten nog zoveel rondes. I definitely think we need to stay on this tire a bit longer, but there's no question that the track is drying. We might be in a position to change soon. Zie, dat bedoel ik. Een verschil kan misschien straks gemaakt gaan worden in de pitstop. Het hier inhalen, dat zit er echt niet in. Hoe dichtbij ik ook kom, ik zie geen één mogelijkheid om hem... Oh shit. Om een aanval te plaatsen. Oh. Nee, dat denk ik niet. Kom op. Nu met de overtake button dan proberen. Tenminste als we uit de banking komen. Oké, overtake button aan. Nee, dat gaat helemaal niks worden. Nee. No way. No way. Leuk geprobeerd, denkt Hamilton ook. Nou, misschien is het achteraf maar goed ook dat we hier niet die gridstraf hebben gekregen. Dan hadden we denk ik nog steeds op dezelfde plek gelegen. We've reached a worrying level of wear on the internal combustion engine. Let's try and keep the revs down. Early upshifts, later downshifts. Oké, mijn gearbox is 100% naar de malle moeren. Hij reageert niet meer.
Hij reageert echt voor geen ene meter meer. Er zit zo'n lag in tussen wanneer ik rem. En wanneer er iets gebeurt. Straks moeten we nog die auto gaan retiren. Veel te hoog toeren, dat is ook echt een ramp hier op dit circuit, man. Wanneer je al die plassen water rijdt. Hopelijk is dit snel opgelost, want dit is niet te doen. Kom op, auto, alsjeblieft. Volgens mij doet hij het weer. Ja, hij doet het weer. En ook geen seconde te laat, want achteraan probeerden ze al een aanval in te zetten. Even overtake button aan. Ik weet niet of ik er wat aan heb, maar. De kwalificatie ging nog wel, maar dit is echt niet te doen. Het is gewoon één lange optocht. Doodzonde, man. Ik keek echt uit. Dat is ook wel echt het meest gevaarlijke stukje hier. Zit er Renault vlak achter me? Oké, hier gele vlag. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar. We moeten hoop op uitvallers natuurlijk. Wat doet Hamilton nou? Oh, de Hamilton is eruit. Ja, lekker dan. Ik had toch helemaal niet zien dat het Hamilton was. We zien gelijk wel veel meer nu Hamilton niet vlak voor ons rijdt, maar Ricciardo, die heeft geen zin om op mij te wachten.
wanted to catch the car in front, but we need to look after the tires. We won't be making another pit stop. Ik moet die bocht echt veel wijder gaan nemen. Daar ligt veel meer grip. En dit ging helemaal mis. De hele tijd daar wegglijden. Circuit's definitely looking better than it was a few minutes ago. If we just move a bit more of that standing water, we might be able to get onto the intermediates. Ja, we gaan het zien. We hebben nog een lange weg te gaan. Oh shit. Oh, dat blokkeerde mijn wielen. Is er dan niet goed op te letten of ik nou dichter in de buurt kom bij mijn voorganger of niet? Ik zie de hele tijd iets van 3 seconden, maar... Oh! Jezus, wat is die auto zenuwachtig zeg. We're leading our teammate by 12.9 seconds. Ik hou 3 echt veel snellere auto's achter me. En I don't care, maar... Okay, I think it might be just about time to come and change these tires. Echt? Gaan er meer mensen de pits in, denk je? We hoeven dus niet de pits in, hè? We
Ik kan ervoor kiezen om door te blijven rijden. Het zijn nog maar 5 rondes. Nee, niemand in de pit snappen. Gaan wij dat zeker niet doen. There's 5 laps of fuel remaining. Het is puur en alleen overleven hoor. Maar achter me worden ze ongeduldig, dat snap ik. Take button weer aan. Nee, niemand gaat langs wisselen hoor. Die binnenkant blijven, maar niet de curb raken. De overtake button maar weer aan. Ik schakel zo vroeg op om maar die wielspin te voorkomen, maar zelfs dat heeft daar geen zin. There's 3 laps of fuel remaining. Overtake weer aan. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. Ja, het gat met naar voren wordt alleen maar groter.
We moeten nog 2 rondes. We can do this. Jesus. Nog 1 ronde volhouden, alsjeblieft. Zo min mogelijk sturen in die bocht, joh. Laatste ronde. Oh, oh, oh. Oh, echt alle grip is weg, joh. Bano, my tires. Hier de binnenkant goed dicht houden, want ze zitten op met de aasen. En hier, ook hier. Want dit is een plek waar ze het ook nog wel eens willen proberen. Overtake button. Hier kan het niet. Jezus. Jeetje mine. Dit was zwaar. Dit was echt vechten. Driver of the day, Daniel Kvyat. Oh jongens, 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 jongens. Dit was mijn race. Niet heel erg blij met het resultaat, maar er zat ook echt niks meer in dan dit. Dus ja, wat kan ik dan nog zeggen, hè? Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? I think a large part of the result was their temperament. They were able to keep their heads when everyone. Ooit zullen we daar op dat podium staan, jongens. Ooit zullen we op dat podium staan. To maximize the strategy and to stay out of trouble. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Bottas, Vettel, met Verstappen. Ik ben benieuwd wat er met Lewis Hamilton aan de hand was. Die viel echt halverwege de race uit. Ik zag niet of hij een botsing had gehad of wat dan ook. Maar ja, parkeerde daar in één keer zijn auto. Waardoor ik bijna een plek verloor, hè. Oh jongens, dit was Zandvoort in de regen. Het was niet een race waar ik op had gehoopt. Ik hoop dat jullie er wel van hebben genoten. Jullie hebben mij zien krijzen als een klein meisje. En dat is helemaal dikke prima. Ja, het was ook zwaar off the pace. Je ziet ook. But Anthony, who would you pick as your driver of the day? That's got to be the flying fifth. 14, echt meer zat er ook echt niet in wat dat betreft. Ah ja. Nou jongens, dit was Circuit Zandvoort. Een thuisrace, maar niet met een eindstand waar je op hoopt. Hopelijk gaat het wel goed komen met de upgrades aan de auto. Want dat kost me gewoon de hele tijd... Ja, voor veel meer problemen. Want je moet elke keer langer wachten op aero-pakketten, op chassis-pakketten. En waardoor alles 2 keer zo lang duurt. En ook nog eens een flink stuk duurder is. En dat is gewoon zonde.
Dus ik hoop dat dat probleem snel opgelost wordt. Ik probeer daar ook altijd rekening mee te houden met de interviews. Wanneer je de interviews doet, kan je die bepaalde afdelingen binnen jouw team kan je complimenten geven. Dan ontwikkelen ze beter, sneller, zorgvuldiger. Ik heb er nog weinig van gemerkt. Maar oké, het is wat het is. Dit was de Race op Zandvoort. Jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet het duimpje omhoog achter te laten in de comment. En zeker ook niet om te subscriben. En dan checken we elkaar bij de volgende race weer. Ik weet even niet uit mijn hoofd welke dat is. Maar we zullen elkaar ongetwijfeld daar zien. Later jongens.